is het 2 oktober. En dat betekent dat vandaag de kinderboekenweek is gestart. En met kinderboekenweek kan je natuurlijk altijd heel veel leuke lessen geven. Dus daar zijn we ook druk mee bezig. We hebben een kinderboekenweek project. Die hebben we gekocht met de bovenbouw, dus groep 5 tot met 8. Echt heel erg leuk. Want de kinderen zijn daarmee bezig met het maken van labbooks. Oftewel, we gaan deze hele binnenkant vullen met allemaal informatie over het thema eigenwijs zijn. Nou, deze leerling heeft al superleuke gekke bek erbij getekend. En ze kunnen dus lekker eigenwijs zijn en lekker kiezen wat ze zelf willen. Dus dat is iets wat we sowieso al gaan doen. Maar het is dus van dit pakket. Het is echt heel erg leuk. Er kwam een collega mee en ik ben heel dankbaar voor. Maar dat is dus waar we mee bezig zijn. Maar ook ben ik bezig met een taalles. Nou ja, ik zou het niet echt een taalles noemen. Eerder een taalproject met Matchit. Want ik kreeg op mijn TikTok echt een mega vraag. De vraag, wat doe je nou met die Matchit spellen dan als je ze veel gebruikt in de klas? Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n lessenreeks waar ik het gebruik. Ik heb namelijk zelf een heel lespakket gemaakt over het schrijven van een verhaal. Dus de kinderen worden auteur van een verhaal. En dat doen ze allemaal door middel van Matchit. En dan denk je, hè, hoe doen ze dat? Nou, ik heb vorig jaar heel vaak voorgelezen met AI. Dan liet ik AI een verhaal schrijven. En dat verhaal is gebaseerd op 5 woorden. Dus ik trok sokjes en dan moesten de kinderen 5 woorden noemen. En die woorden maakten dan een verhaal gemaakt door AI. Nou, ik gaf dat dit jaar ook weer als voorbeeld. En ik zeg, dit kunnen jullie eigenlijk ook. Dus de kinderen hebben van mij allemaal een kaartje gekregen. En met dat kaartje moeten zij dus een verhaal gaan maken. Dus ze kiezen 5 plaatjes uit van dit kaartje. En met die 5 plaatjes gaan ze een verhaal verzinnen. En ik heb heel veel verschillende thema's. Ik heb echt alle matchits die je momenteel kan hebben. Dus ik heb verschillende thema's uitgedeeld in de klas. Dus sommigen hebben het thema circus, sommigen hebben het thema strand, sommigen hebben het thema toys. En op die manier heb je gewoon heel veel variatie in verhalen. Kunnen ze niet van elkaar spieken eigenlijk en moeten ze echt hun eigen creativiteit de gang laten gaan voor het maken van een verhaal. Dus ze zijn op een eigenwijze manier bezig door hun eigen fantasie, hun eigen ideeën te gebruiken voor het schrijven van een verhaal. En dat heb ik echt stap voor stap helemaal uitgewerkt. Tot nu toe zijn de lessen echt heel erg leuk en bevallen ze ook heel erg goed. Ik wil heel graag laten zien. Ik had dus een hele video gemaakt waarin ik dit helemaal samen met jullie heb gemaakt. Stap voor stap hoe ik de lessenreeks heb gemaakt. Maar die beelden zijn dus allemaal kapot. Of in ieder geval, ik krijg alleen maar foutmeldingen van die beelden. Ook als ik ze wil editen, maakt niet uit. Ik krijg alleen maar foutmeldingen. Het is echt verschrikkelijk. Het was zo'n leuke video. Maar helaas. Dus ik ga jullie deze vlog een beetje meenemen in het proces. De eerste les gaat voornamelijk over het leren maken van een mindmap. Dus hoe maak je nou een mindmap? Wat is een mindmap? Hoe kan je dat starten? Dus ik heb een verhaal voorgelezen, een heel kort verhaal. En daar heb ik met de klas samen een mindmap van gemaakt. Dus alles voorkouwen, alles vertellen en zij moesten het natekenen. Zodat ze een keer een goede mindmap hadden gemaakt. Nou, met die mindmap moesten ze van mij eigenlijk hetzelfde voorleesverhaal nog een keer maken. Dus ze hebben het verhaal 1 keer gehoord, ze hebben die mindmap gemaakt om het te kunnen onthouden. En daarna moesten ze dus het verhaal nog een keer opnieuw schrijven. En dus in hun eigen woorden. Maar de verhaallijn moest hetzelfde zijn. Nou, dat was les 1. Les 2 was het maken van een klassikaal verhaal. Dus ook weer met sokjes 5 woorden. Heb ik eerst even voorbeelden laten horen van AI. Van hoe AI nou van 5 verschillende woorden een verhaal maakt. En daarna zijn we dat zelf gaan doen. Dus weer 5 woorden. En van die 5 woorden zijn we met de klas ook een mindmap gaan maken. We zijn samen gaan brainstormen en dat was zo leuk. Alle kinderen krijgen ideeën en dan horen ze een idee en denken ze, ja, dat wil ik ook. En zo kwamen we echt tot een heel erg leuk verhaal. We hadden het woord knuffel, DJ, auto, prinses en wat hadden we nou nog meer? We hadden er nog eentje. Ik weet het niet meer, maar we hadden nog een woord. En van die 5 woorden kwamen we op een verhaal dat de knuffels tot leven kwamen. En dat ze een groot schoolfeest hadden en bla bla bla. Het was echt een heel erg leuk verhaal geworden. Dus op die manier hebben de kinderen gezien van, hey, van 5 woorden die eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken hebben, kan ik wel gewoon een verhaal schrijven. En dat is dus eigenlijk mijn doel ook met de Matchit spellen. De kinderen hebben dus allemaal een eigen kaartje gekregen. En dat proces dat we dus klassikaal hebben gedaan, gaan ze daarna zelfstandig doen. Dus ze krijgen van mij een kaartje. Allemaal verschillende thema's. En met die kaartjes gaan ze dus hun eigen verhaal schrijven.
Vandaag zijn we begonnen met het maken van een mindmap, met het brainstormen. En morgen gaan we beginnen met het schrijven van het verhaal. En het schrijven van het verhaal ga ik namelijk op Word doen. Dus de kinderen leren gelijk het gebruik van Word, wat ook heel erg fijn is. Maar dan kunnen ze het lekker makkelijk nog aanpassen. Want in een latere les ga ik ze leren om kritisch naar hun eigen verhaal te kijken en dingen te verbeteren of meer informatie toe te voegen. Ik heb daar ook een les van gemaakt. Heb ik een verhaal op het bord gezet met bijvoorbeeld heel vaak het woordje en toen. Want als een kind een verhaal gaat schrijven, deed ik vroeger ook, dan krijg je en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat en toen zei die dit en toen en toen en toen. En ik wil de kinderen eigenlijk leren van je moet niet steeds hetzelfde woord gebruiken, want dan wordt het niet meer echt een lopend verhaal. Dus we gaan dan samen dat verhaal beoordelen. Wat valt er nou op? Wat kan er beter? En bijvoorbeeld niet alleen auto, maar een rode auto. Niet alleen een dorpje, maar een klein dorpje. Om heel veel bijvoeglijk naamwoorden toe te voegen. En dat gaan we dan ook in een les samen doen. En dan kunnen ze dat in Word heel makkelijk aanpassen. In plaats van dat ze moeten gummen en strepen in een geschreven verhaal. Uiteindelijk zou ik het heel leuk vinden als we het echt op een mooi blad kunnen overschrijven. Maar het is ook heel erg fijn als ze een keer leren werken met Word. En dat ze echt leren hoe schrijf je nou goed een verhaal. Want dat is eigenlijk mijn doel van deze hele lessenreeks. Hoe bouw je nou echt een verhaal op? Dus dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Maar sowieso zijn we echt met leuke dingen bezig in de klas. En het motiveert die kinderen echt enorm. En ik heb de kinderen ook een leuke leeschallenge meegegeven. Op Ginzi stond namelijk al een leeschallenge klaar. Ik zal hem even laten zien. Kijk, hier op die startpagina. Volgens mij als je hier verder gaat. Ja, heb je leeschallenge. En dan heb je dus deze afbeelding. En dan heb je allemaal leuke challenges. En die heb ik met de kinderen meegegeven. Met het verhaal, als je die voor het einde van de kinderboekenweek helemaal vol hebt gemaakt. Dus alle challenges hebt gedaan. Kan je iets leuks winnen. Nou, het zijn echt de meest gekke manieren om te lezen. Ondersteboven, in een kartonnen doos, op één been. Nou, ik heb gezegd, alles moet wel in ieder geval 10 minuten gebeuren. Hoeft niet aan één stuk door. Je mag het ook in delen opdelen. Maar probeer alle 10e challenges volgende week gedaan te hebben. Dus dat is heel erg leuk. Oh, en we gaan morgen ook iets heel erg leuks doen. Ja, ik ben enthousiast over de kinderboekenweek. Ik vind het helemaal leuk. Je kan zoveel leuke dingen doen die allemaal met boeken te maken hebben, met lezen. En ze motiveren om te lezen. Morgen gaan we wel in het thema van de kinderboekenweek een hele leuke lunch doen. Ik heb namelijk de opdracht gegeven, morgen neem je een eigenwijze lunch mee. Dus eigenlijk een lunch meenemen die je normaal gesproken niet mee zou nemen. En het moet wel voedzaam zijn, want we willen geen knorrende magen aan het einde van de dag. Maar ik ben zo benieuwd waar de kinderen mee gaan komen. Nog even een kleine outfit van de dag. Deze trui is van de Stradivarius. En deze broek is trouwens ook van de Stradivarius. Deze cargo broek. En ik heb mijn, je kan niet zien, New Balance aan. En mijn haar zit gewoon lekker in een klem. Want ik had geen zin om mijn haar te doen vanochtend. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is een laatste dag van de week, maar wel een hele drukke dag. We hebben vandaag namelijk trommellezen. Dat betekent dat er een collega met een trommel door de school loopt. Hoor je de trommel, dan moet je alles laten liggen en moet je gaan lezen. Nou, ik doe dat natuurlijk ook mee, dus ik heb even een boek meegenomen die ik kan lezen. Ik moet de planning nog doen. Laat ik dat doen, dan kan ik makkelijker vertellen wat de planning is vandaag. Het is 3:30 en de kinderen zijn natuurlijk al een tijdje weg. We hadden vanmiddag inloopmiddag. Dat betekent dat de ouders vanmiddag mochten kijken in de klasse bij het laatste kwartiertje. Maar we hebben sowieso een hele leuke dag gehad. We begonnen de dag vanochtend gewoon met rekenen. Gewoon een rekenles om nog een beetje structuur in te houden. Maar heel de dag, en je ziet het al, hadden wij trommellezen. Dus een collega liep met een hele grote trommel door de school. Hoorde je de trommel, dan moest alles laten vallen en moest je dus gaan lezen. Dus ik had even een leuke trommel getekend op het bord. En dat vonden de kinderen echt heel erg leuk. Ik heb zelf dus ook meegedaan. Ik had mijn boek meegenomen. Ik ben dus gewoon echt in die tijd al heel erg ver. Maar ja, je bent toch een beetje aan het letten op die kinderen van lezen ze nou echt? Of zijn ze met andere dingen bezig? Toen ben ik met ze aan het taalproject begonnen. En dat taalproject is dus met dat Match It.
En er zijn echt al leuke verhalen aan het ontstaan. Ik heb verhalen gezien die echt in het circus zijn. Maar ik heb ook hele unieke verhalen gezien over dat een magische ananas of een... het ging allemaal... Ja, het zijn echt leuke verhalen. Het is echt een aanrader om dat te proberen. Ik zal even laten zien wat ik daarvoor gebruik. Ik heb dus allemaal lessen gemaakt in Ginzy. Nou ja, ik heb ze eerst gemaakt in Canva en daarna in Ginzy. En die zien er dus zo uit. Gewoon een startpagina met het lesdoel. Ja, dan luister naar het verhaal, een voorleesverhaal. Nou, en zo heb ik dus allemaal dingen gemaakt. En ik heb het gewoon als achtergrond gezet. Dus ik heb het geüpload. Nou, bijvoorbeeld, dit is dan les 6. Dan kan je hier op de puntjes drukken en dan kan je het als achtergrond zetten. En dan heb je dus een achtergrond waar je gewoon op kan tekenen. Want als ik nu naar het bord zou gaan en ik ga tekenen, kan ik dus gewoon schrijven. Kijk, hop, hop. En dan zit er wel echt een opbouw in hoor. Dus eerst doe ik 2 lessen dan helemaal klassikaal. Nu hebben we dan 2 lessen besteed aan les 4 eigenlijk. Dus die hebben we wat uitgebreid om het verhaal te schrijven. Sommige kinderen hebben echt al een A4'tje volgeschreven. De andere kinderen hebben echt 5 regels. Het ligt er natuurlijk ook aan. Het ene kind heeft gewoon wat meer talent. Of heeft het wat meer in zich om een verhaal te schrijven dan de ander. En dat is ook helemaal oké. De ene heeft heel veel fantasie. Wat hij heel graag wil gaan gebruiken. Dan de ander... Kom lekker binnen. Thank you. En ja, het is gewoon heel erg... Ik vind het echt een heel erg leuk project. En dit hoef je dus niet alleen in de kinderboekenweek te doen. Maar kan je dus ook op een ander moment doen. Ik vind het echt waanzinnig. En ik had vandaag even een muziekboxje meegenomen. Want ik luister heel veel boeken op BookBeat. En toen dacht ik, hey... Normaal gesproken op vrijdagmiddag als we aan het knutselen zijn... Dan zet ik altijd muziek op. Maar ja... Ik dacht, ik kan wel weer muziek opzetten, maar ik vind het ook heel erg leuk om, als we toch met een kinderboekenweek project bezig zijn en we zitten in de kinderboekenweek, dat ik een luisterboek aanzet. Dus ik heb een luisterboek gevonden op BookBeat voor kinderen en hij is tot nu toe echt heel erg leuk. Dat is deze. Maxi van Flux, een eigenwijze Eve. En die heb ik dus aangezet met de box. Want je kan BookBeat dus niet op je computer gebruiken. Maar wel op mijn telefoon. Dus ik denk, ik neem een boxje mee. Kan ik dat gewoon aanzetten. Dus die kinderen hebben tijdens het werken lekker naar een luisterboek kunnen luisteren. En ik vond dat eigenlijk wel heel chill. Ze waren echt heel rustig aan het werk. Ze waren gewoon stil. En dan hoorde je af en toe ineens gelach. Omdat ze naar het boek aan het luisteren waren. Dus dat is echt een aanrader. Om te proberen in de klas. Gewoon lekker een luisterboek aanzetten. Want er staan op BookBeat ook echt super veel kinderboeken als luisterboek. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten voor BookBeat. Als je de code Jamie Smith gebruikt, dan krijg je ook nog eens 45 dagen gratis. Dus dan kan je dat proberen. Het werkt helaas niet op het digibord of op de computer. Maar als je dus gewoon een boxje meeneemt of iets dergelijks, kan je het gewoon via je telefoon doen. En dan kunnen de kinderen heerlijk luisteren naar een luisterboek. En ze waren echt muisstil. Dus ik ga de komende dagen ga ik ook gewoon nog steeds mijn box meenemen. En dan... kunnen ze iedere keer tijdens het project kunnen ze lekker luisterboeken luisteren. Ik heb net de weektaken gemaakt. Dus die heb ik uitgeprint. Die kan ik nu gaan snijden en dan kan ik ze uitdelen. Dit is trouwens wat ik meestal eet nu op school. Dat zijn gewoon van die Waza-crackers, van die volkoren-crackers. En dan heb ik hier altijd een bakje met smeerkaas en kipfilet. Die heb ik gewoon in de koelkast staan. Nu neem ik het weer mee naar huis, want het is weekend natuurlijk. Maar dat is wat ik tegenwoordig, of in ieder geval momenteel, heel veel eet op school als lunch. En dan heb ik verder hier beneden heb ik echt een bak met allemaal snacks. Dit zijn mijn favoriete snacks. Dat zijn die between witte chocolade repen. Heerlijk. Maar ik heb ook altijd van de maiswafels, noedels. Dus ik heb hier altijd voldoende eten. Ik ga even de weektaken snijden. Dan kan ik ze namelijk op de... stoelen leggen, want als de kinderen dan maandag altijd binnenkomen, dan moeten ze eerst hun weektaak in hun schrift plakken. Want ze hebben een weektaakschrift waar ze dus alle weektaken van alle weken gaan verzamelen. Ik weet tenminste ook zeker dat ze ze niet kwijtraken. Dat was vorig jaar namelijk heel vaak het geval. Juf, ik ben mijn weektaak kwijt. En nu zitten ze allemaal vast in een boekje. Kunnen ze ze ook niet kwijtraken. Vind ik ook wel erg fijn. Ook handig. Outfitje van de dag. Ik heb deze nieuwe trui. Ik heb hem gisteren binnengekregen. Hij is van Shein. Het is een heel dun truitje. Maar net perfect voor dit
tussenweer, zeg maar, voor dit herfstweer waarbij een normale trui te warm is en een t-shirtje te koud, is dit echt een toppertje. Hij zat hem in zoveel kleuren. Dus ik zit te twijfelen om hem misschien in nog meer kleurtjes te bestellen, maar hij is echt ideaal. Broek is van de Bershka, maar is niet meer mijn favoriete broek. Maar ik moet binnenkort even op broekenjacht, want ik heb echt broektekort. En mijn schoenen zijn New Balance, like always. We zijn momenteel dit boek in de klas aan het lezen. Pip en Zilver, avontuur in Parijs. Echt een heel leuk boek. Echt een aanrader om te lezen. Binnenkort komt deel 3 uit, dus die heb ik gepre-ordered. Zodat je gelijk hierna kan lezen. Want als het goed is, komt die eind deze maand uit. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ga even mijn bureau opruimen. Klaslokaal in orde maken. En dan ga ik weer lekker vandoor. Lekker weekend vieren. Maar ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ook je zien bij een gloednieuwe juf vlog. De volgende keer weer. Bye!